En ter verduidelijking voor alle, iedereen die wil leren tatoeëren, het gaat niet om die machine. Je kan de duurste tatoemachine machine hebben, maar mm -hmm. je kan het werk niet doen. Okay. Nou, welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van de Scout to Life podcast. Vandaag zijn we in de studio met... Tattoo Marv. Marvin Boerne. Heb ik het goed uitgesproken? Je hebt het goed uitgesproken. Mooi zo. Vandaag gaan we praten over. Even correctie. Het is geen Tattoo Marv. Shit. Ja. Het is Marv Inc. Je, je, je Facebook naam zegt Tattoo Marv? Nee. Mijn Instagram naam maar... zegt Tattoo Marv. Ja, nou. Ja. Maar ik ga je uitleggen straks waarom wow. het Marv Oké. Okay. Okay. Moet nee. ik je nu uitleggen? Of? No, no, okay. so okay, nee, nee. Oké. Zo snel. Oké. Ja, we gaan praten over tatoeages. Maar we gaan vooral kijken naar hoe, hoe is het begonnen bij jou. Ja. Hoe ga je van een jongen die leuk kan tekenen naar uh, geld maken met, met tattoo's tekenen op andere mensen. En zeker het tot een business maken. Want niet iedereen die leuk kan tekenen kan überhaupt tattooartiest worden en kan überhaupt een business ervan maken. Ik denk ik, niet dat het zo makkelijk gaat. Ik, ik zeg het vaak genoeg dat niet elke kok een goed, 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 niet elke kok een goed restaurant kan draaien. Ja, oké. Okay. Laten we bij het begin beginnen. Wie is Marvin? Marvin, wie is Marvin? Marvin is gewoon een uh, simpele, maar een beetje aparte jongeman. Geboren in Suriname. Geboren en getogen in Suriname. Ik ben heel trots. Ik ben echt een trotse Surinamer. Um, die grote doelen heeft, grote dromen heeft, man. Dat is ja. Marvin, man. In grote doelen... In, in, in jouw branche, dus in, het, in de tattoo branche of, of daarbuiten ook? Grote doelen in. Kijk, ik ben, ik, ben, ik ben van huis uit. Van huis uit zou ik zou kunnen zeggen dat ik van huis uit eigenlijk ondernemer ben. Mm -hmm. En dan komt het tatoeëren bij kijken, als het ware. Mm -hmm. Dus en ik, heb, ik heb altijd een, een, een ondernemers-mindset, ondernemers als het ware. ondernemersblik, kijk op bepaalde dingen. Ja. Weet je? Dus natuurlijk grote doelen. Qua mijn business, zoals tatoeëren, mm -hmm. maar ook andere businessen. Ik, ik kijk of ik die camera aan heb gemaakt. Oh, nou kunnen we opnieuw praten. Of het record? Ik weet het niet. Ik Jij denk moet het checken. wel. Kom maar kijken als die. Het zijn die bloepers als het niet aan is geweest. Nou, ik moet wel aan. Aan, ik denk het wel. Heb ik hier rood lichtje dat brandt? aan? Ja, record. Oké. Okay. Je hebt dat niet, no? Dat je soms gewoon van huis gaat. Dan ben je gewoon bij die poort. Dan denk ja, je: Heb shit. ik iets uitgemaakt? Het... Ja, tuurlijk. Of gewoon: je bent op straat, je sluit je auto, je loopt 20 meter verder en dan krijg je gewoon die. Ding! Is mijn auto dicht. Ja. Dan loop je even terug. Te kijken. Just to be safe. Ja. Alle, ja nou, als ver, maar als ik te ver ben, dan is het een kans. <laughs> ah, je zegt: je bent, je bent, je bent um, ondernemer van huizen. Ja, hoe, hoe is dat begonnen? Nou, ik, ik, ik denk dat uh, ik al vroeg op de middelbare school, eigenlijk op de MULO-school al, um, al die, die drive had om, om dingen te verkopen, als het ware. Mm -hmm. uh, ik, uh, mijn vader werkte bij de Suralco, en hij zat bij de stores, en uh, hij had de gelegenheid om heel makkelijk dingen te laten halen. Mm -hmm. Dus, uh, op school, al was ik die guy die zogenaamd een laptop voor een, voor een docent kon halen, of, of, of een telefoon, <laughs> of, of, of noem maar op. Weet je, en uh, het zat daar al altijd in me. En uh, ik zat toevallig ook op het IMO mm -hmm. dat een beetje handelschool is. Ja. En uh, ja, dat zo'n beetje. Was jij ook die jongen die nooit oplette in de klas, en mm -hmm. altijd bezig was met tekenen? Kijk, weet je wat het is met mij? Ik ben, als ik het zelf moet zeggen, nu, al, nu een paar jaar verder ben ik tot de ontdekking gekomen hoe ik ben en wie ik ben. Mm -hmm. En ik ben altijd slim geweest. Slim in de zin van: Ik heb niet lang nodig om iets te begrijpen. Ik kan even kijken en oké, okay, ik begrijp het. Ja. Um, ik, om het mooi te zeggen, ik heb altijd, altijd inzicht gehad. Mm -hmm. Snap je? Ik was wel een heel, heel, heel luie student. Lui in de zin van, bro, ik heb geen zin om te lang te zitten en te luisteren naar deze docent. Dus ik ga gewoon even vragen als ik naar het toilet kan gaan en gewoon bij de kantine hangen en things Lassie. like dat Je dat toch? Dus ik heb altijd gewoon ja. met mijn pet erna gegooid. Van, hey, omdat ik ook wist van, ik hoef niet te lang daar te zitten om dit te begrijpen. Wanneer we op de repetitie of op de tentamen gaan zitten, moet ik er gewoon voor zorgen dat ik er binnen zit. En ik zag geen tienen of... Things like that is for validation. Ik moet goede cijfers halen? Geen ja. 5.6 of 5 of een 6. <laughs> Laat me overgaan. 5.5 is, is gehaald. Is dat dit is ja. ja, ja. Oké. Okay. Okay. Dat tekenen, waar is dat begonnen? Kijk, het tekenen is, ik denk, ja. Want ik kan ook leuk tekenen. Maar wat is gebeurd? Boy. Dat is een hele goede vraag. Ik ben andere dingen gaan doen, ik ben gaan sporten, ik ben gaan... Ja. En da daarom zeg ik leuk tekenen, dat is, dat is allemaal mooi, ja. maar... maar... Ik, ik, ik denk dat je ervan moet houden, toch? Want je kan leuk tekenen, iemand kan, kan leuk zingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar omdat de persoon niet echt ervan hield, is het niets geworden, als het ja. Ik hield wel echt van tekenen. Ik literally, literally als ik me nog kan huigen, op de lagere school waren al mijn tekenen, schriften, niet eens tekenschriften, allemaal schriften, hun kaften waren gevuld met tekeningen. Mm. Dat is doorgegaan naar de Mulo-school. Mm -hmm. Op de Mulo-school krijg je echt het vak tekenen. Ja. En dan ontdek je daar werkelijk van, hé, hey, je kan tekenen. Mm -hmm. Ik ben volgens mij echt letterlijk met een tien geslaagd voor tekenen. Serieus hoor. En toen moest de perspectief een woonkamer tekenen. Ja, heb ja, ja, ja. ik woonkamer ingedeeld met een schilderij van mezelf. Dus, things like that. Ik kon tekenen, ik, ik hield ervan als het ware. Ja, ja, ja. Um, op de middelbare school kwam ik en daar kreeg je geen tekenen. Serieus hoor? Nee, ik kreeg geen tekenen op IMIO. Oké. Okay. Nee. En ja, dan zou je denken van, oké, okay, daar is het een beetje verwaterd. Maar daar begon eigenlijk de liefde voor tatoeëren. Mm -hmm. Volgende vraag. Normaal, dus, luister, je, je bent niet gewoon goed in tekenen en dan besluit je van, hé, hey, vandaag ben ik zo goed dat ik op iemand ga tekenen. Nee, maar permanent. Is, dat is een proces toch, kijk. Het tatoeëren zelf is begonnen toen, het, laat me het zo zeggen, de liefde voor tatoeëren is begonnen... Ik heb een broer, over verschillende vijf jaar. Mm -hmm. Mijn broer ging volgens mij zijn tweede tattoo zetten. Mm -hmm. Zijn eerste tattoo had hij stiekem gezet, dus er was er niemand bij. Dus zijn tweede tattoo zetten als hij gaan zetten en ik mocht erbij zijn. Mm -hmm. Toen was hij 21. En ik vond het interessant, dus ik zei tegen die tattoo guy, ik wil dit graag leren. Mm -hmm. Hij zegt, oké, okay, ik kan je leren. Als je een duizend uh, euro voor me brengt, dan leer ik je. Ja. En ik was 16, ik dacht van duizend euro, oké. Okay. Dus dan moet ik op zijn minst 10 jaar sparen, want ik zie moeilijke 100 SRD nu. Mm. Snap je? Dus je begreep dat die, die, die teaching van hem nooit is gekomen. Mm -hmm. En um, na het IMO mm -hmm. ben ik uh, in het buitenland gaan studeren. Ik ben naar België gegaan om uh, grafisch ontwerpen te studeren. Serieus? Ja, man. Ik heb het eerste jaar kon ik niet toegelaten worden omdat ik laat was voor die studie. Ik, dat was ook een hele, heel grappig ding. Want het was leuk om te zeggen dat ik wegging na, mm -hmm. nadat ik geslaagd werd. Of oh, later, ik geslaagd was. Ah, ik ga naar België om te studeren. Maar toen het moment aandrang van hey, je moet nu echt werkelijk weg. Was uh -huh. ik. zag ik zoiets van: boy. Moet ik echt? Heb, ik heb even geen zin. En ik kon het elke keer rekken. Uh -huh. Dus laat ik zeggen: ik moest vrijdag vertrekken. Mm -hmm. Kon ik mijn pa zeggen: van, pa, boy. Ben ik ben hier ready om weg te gaan, jongen. Kan ik woensdag? Kan ik, kan ik maandag gaan? Mijn mm. pa zegt: oké, dan ga je maandag. Nu komt nu nader maandag. Ik zeg: pa, boy. Als je kan, 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 kan ik woensdag gaan? Ja. Opa oh, zegt, oké, okay, je bent nog niet ready. Kan woensdag gaan. En woensdag nadert. Ik zeg tegen die keel, zeg pa. Hij zegt, luister, nou, als je vrijdag niet weggaat, ga je nergens. Mm -hmm. En vrijdag moest ik weg. En ik kwam in België aan, en besef, ik voordat ik zei dat ik naar België ging, mm -hmm. wist ik niet zo voor België. Dus ik kwam in een land om toegelaten te worden. Ik, was al, al, ik had wel al gemaild met, met de school en things like that. Om toegelaten te worden moest ik een inburgeringstoets doen. Een toelatingstoets. Okay. En dan ben ik gevallen bij eigenlijk de history of Belgium. Als het ware, wie oh, he was dit? So, oh, ik like was like, bro, uh, pff, ik wist niet eens dat België bestond. Ik wist niet eens dat België een land was. Mm -hmm. toen, heb ik, toen ben ik niet toegelaten, moest ik een ander vak kiezen. Okay. Toen heb ik gekozen voor ICT. Mm -hmm. Wat heel interessant was eigenlijk. Maar ICT is een veelomvattend dus je bent Vak. ook wel behendig met computers en dat soort dingen. Een beetje tech savvy. Be ik ben wel behendig met computers, zoals ik eerder zei. Ik ben, ik ben makkelijk. Toch? Like, like als, je me, als je me zegt hoe iets werkt, mm -hmm. kan ik zelf studie doen en ik kan het. Ja, ja, ja. Toch? Nu is het ietsje makkelijker voor me, omdat ik een bepaalde discipline heb in mijn leven. Mm -hmm. Toch? Maar toen was het. Als ik was nee, gericht, ik wil dat doen. Dus ik doe dit voor het eerste jaar. Maar hierna ga ik wel die switch doen. Oké. Okay. Snap je? En ICT vond ik... Ik vond het, ik vond het leuk, vooral als je bijvoorbeeld van, van niets iets kan, kan, kan typen. Ja, dat ja. een comment voert, als het ware. Ja, ja, ja. Toch? En dan wordt het iets, als het ware. Maar zoals ik zeg, ICT is veelomvattend. Omdat je in ICT, als ICT'er eigenlijk mm -hmm. alles moet kennen. Ja. Je moet een beetje van scheikunde weten. Een beetje van bedrijfseconomie. Een beetje van wiskunde. Mm -hmm. toch? En ik kom van de A. Dus je komt daar. En je moet iets van scheikunde... Je, je krijgt wel een boek. Maar dan moet je echt gaan studeren en dan elasmidrapen en ja, ja, ja. dan moet ik een boek gaan lezen. Dus thanks to YouTube, to, vroeger hadden we ook geen YouTube, maar thanks to YouTube, tegenwoordig kunnen we naar een lekkere audioboek luisteren. Mm -hmm. Dus ik kan alles, ik, ik hou niet van lezen, maar ik hou wel van luisteren. Oké, okay. dus na dus, je eerste jaar ICT, dan nou, ben je geswitcht naar? ben ik geswitcht naar, naar grafisch ontwerpen. Oké, okay. welk, welk instituut was dat? Of um, school? Erasmus Hogeschool. Los oh, Porto. Ja man. Dus je bent niet gewoon een beetje gaan tekenen, ik nee, was stoek. gaan studeren. Ja, maar niet voor het tatoeëren zelf. Ik ben gaan, gaan studeren voor uh, grafisch ontwerp. Ja, maar ik bedoel, het is een, een, het is een, een heel stuk verder klopt. dan... Eerlijk gezegd heeft die studie wel een, een, een grote bijdrage geleverd in mijn carrière. Mm -hmm. Ik heb die studie niet afgerond, mm -hmm. want daar, dat is, daar kwam die, die, die twist eigenlijk van het tatoeëren. Daar zal ik nu even vertellen hoe dat is gegaan. Okay. Ik zei eerder, mijn vader werkte bij de Suralco. Mm -hmm. En door de Suralco heb ik eigenlijk dus die studie... Beurs gekregen. Mm -hmm. okay. Maar die studiebeurs hield in. Je doet je best op school mm -hmm. en je krijgt die financiering. Oké. Okay. Okay. Die controle was er geregeld van mijn ouders. Dus mijn pa belt me een dag, ik zal zeggen een blauwe donderdag, en hij vraagt me vakken: van scorrel. Mm. Ja, maar, dag mooi pa. Ik ben zeker twee maanden niet naar school gegaan. Ik Ik vind die school niet meer interessant en uh, voordat hij verder gaat. Ik denk niet dat ik nog naar school ga. Ja man, ik ben, I'm that guy. I'm, I'm like, in my mind it works like, I, just, I don't care about what the journey was for me to go there. Als ik ervoor voel om het niet meer te doen, ga ik het niet meer Zo, doen. maar geef je die man hoge bloeddruk. Dat zou jij denken. Mijn vader is one of the coolest persons alive. Oké, okay, en wat was zijn reactie erop? Zijn reactie said? was like, oké, okay, wat ga je doen? Touché, wat ga je wat doen? Wat ga je doen? Je gaat niet meer naar school, wat ga je doen? Ik zeg, uh, ik weet niet man. Hij zegt, oké, okay, maar je moet rekening houden. Als je niet meer naar school gaat, gaat die financiering stopgezet worden. Mm -hmm. En dan gaat het een beetje zwaar worden voor je moeder en ik om geld voor je te sturen. We, we gaan het gewoon de eerste maanden kunnen doen, maar op den duur. Realtalk gewoon. Gewoon real talk ja, ja, ja. Als je niets doet, gaat het, weet je. Mm -hmm. Dus dan ga je terug moeten komen. Ik mm -hmm. besef, ik ben 23. De reden waarom ik niet meer naar school ging, is omdat ik in Amsterdam bleef. Bij Matisse in Hoofddorp. Ik hoef verder niet te zeggen. Die <laughs> mensen die in Hoofddorp waren, toen weten wat wat is. Je dat je toch? Porkiek, de dus, ploeg. Bro, like, I was like, oké, okay, wat ga ik doen? Ja, ja, ja. En ik dacht, hé, hey, een tijdje terug, acht jaar terug, had ik gezegd: van, Je gaat tatoeëren. Mm -hmm. Ik zeg, pa, ik ga tatoeëren. Out of everything I could think of, ik mm -hmm. ga tatoeëren. En hij zegt, oké, okay, cool. Informeer wat, hoe of wat. Uh, gewoon zo relaxed. Ja, maar daarvoor, voordat ik zei ik ga tatoeëren, zei ik eigenlijk ik ga een andere studie doen in Nederland. Mm -hmm. Want mijn goal was, ik wil in Nederland blijven, mm -hmm. zodat ik eigenlijk, omdat alle matties daar waren, dus kon, het ma kon, ik, kon yeah. ik makkelijker manoeuvreren. En ik ben ook inderdaad naar Nederland gegaan mm -hmm. om, om, om een studie te doen. Ik zou dan aan het Grafisch Museum of Grafisch Lyceum, of hoe ik het echt goed doen, hoe die, hoe die studie heet. <laughs> daar kom ja. ik. Ik had een intake ik kwam daar met mijn portfolio, tekenportfolio. portfolio. Mm -hmm. en eigenlijk wil ik aangenomen worden zodat mijn papieren geregeld kunnen worden. Oké. Okay. Ja, toch? Ik ben Surinamer, dus je moet een, school, je moet een studie doen mm -hmm. om je papieren te regelen. Sorry. En ik kom daar, ik zie die, die man nog voor me zitten. Eerst eerste wat die man me vraagt: wat wil je worden? Ik zeg: oh, Ik wil tattooartiest worden, man. En hij zegt: Oké, okay, maak je portfolio zien. Die man blaad het. Die man zegt. Um, ik moet je teleurstellen. Fuck. Ik zeg, hoezo? Ja, je tekeningen zijn goed, je hebt inzicht, je bent beter dan mijn derde jaar studenten. Uh, als ik jou was, zou ik je gelijk zeggen om uh, een tattoo shop op te zoeken en daar uh, stage te gaan lopen en dat te gaan doen. Like, I was like, bro, I'm, I'm not looking for validation, I'm looking like, ik wil hier ingeschreven worden mm -hmm. om te zijn met mijn mensen, yeah, yeah. mijn best te doen op school, misschien zelfs niet. Maar in de tussentijd ga ik bedenken wat ik met mijn leven wil doen. Jij moet, me niet, jij moet eigenlijk niet bepalen voor mij wat ik ga doen, is dat je toch? Maar oké, okay, dat is niet doorgegaan. Toen kwam ik met het idee, oké, okay, ik ga tatoeëren. En nadat ik het eigenlijk daarna, daarna uh, was ik in december bij mijn broer. Dus wacht, ze hebben je niet, <laughs> niet aangenomen van dat instituut omdat je te goed was? Omdat ik like, beter was dan. De, de doors, dus nee. basically zei die, die persoon: Het heeft geen zin, dat, heeft je geen zin komt, dat je hier komt. Al goed, ja. Met al te goed. Dus fijn. je bent verder dan, dan je denkt, ook. als het ware. Oké. Okay. Nou, nah, zo kan het ook. Zo kan het ook, ja. <laughs> en uh, ja, dan, dat, die, dat was tussen, tussen september en december. En in december was ik bij mijn broer tijdens Kerst. En. Uh, na het eten zegt mijn broer me van: Hey, Faka, er is een cadeautje voor je onder de boom. En ik zeg: Brother, ik ben 23 en ik heb voor de afgelopen 10 jaar geen cadeautje gekregen op kerst. Dus wat voor cadeautje is voor mij onder mm -hmm, de boom? Hij zegt: man, maak nou nog? te lekker, Sandra, Peggy. Isabelle en papa. En inderdaad maak ik dat cadeautje open. En ik zie een kaartje. En het kaartje staat: No matter what you do, we will always support you. En ik heb mijn eerste tattoo machine gekregen van mijn ouders. Ja man, mijn eerste tattoo machine komt gewoon van mijn ouders. Ik heb die machine ergens nog. Het was geen dure machine, het was gewoon een super goedkope machine, maar daar ging het niet om. Het gaat om het gebaar. Wie het gaat dat om dat gebaar. En ter verduidelijking voor alle iedereen die wil leren tatoeëren. Het gaat niet om die machine. Je kan de duurste tattoo machine hebben, mm -hmm. en je kan het werk niet doen. Oké. Okay. Nou, maar je hebt, wel, je hebt wel hele coole ouders dat ze zeggen. Ik heb hele van, coole ouders. Weet je, whatever the ja, droom ja, ja. is. Mijn vader heeft altijd gezegd, ook al zou je vuilnisman willen worden, wat ik ook misschien zou kunnen worden, zou ik op zijn mensen vuilniszak voor je kopen. Als mijn pad dit ziet. Het is, is heel inspirerend hoor, want ik kom ik, uh, hoe heet deze guy? Errol. Mm -hmm. Errol die blessed blessed Syrup. Mm -hmm. Ble ja, ik ja, ja, kwam ja, ja. hem laatst tegen bij WoW en hij is bro! Hey! Mijn aardige aflevering kwam op SRS man. en ik heb mijn tante laten luisteren en mijn tante is een perfect. perfect. Toen tegen mijn tante, nou, je is een perfect. Zo praat toch? Je is een perfect, man. Je bent een perfect, man. <laughs> man. Ma, man me kan maar je maar doen wat je moet doen. Ik heb mijn tante gehoord, ik heb mijn tante En ik zeg dit tegen iedereen. Mm. <laughs> Eén ding dat ik tegen iedereen... Ik zeg veel, vaak veel dingen tegen iedereen, maar één ding dat ik tegen iedereen zeg centraal... Ik zeg, één, laat niemand je weerhouden van je doelen. Mm -hmm. Omdat we gemiddeld 100 jaar krijgen hier op aarde. Mm -hmm. En het zijn 100 jaar van jou. Ja. Je kan niemands droom verwezenlijken. Je kan alleen jouw droom verwezenlijken. En ja. het maakt niet uit welke situatie. Misschien zit je niet in de situatie waarin, waarin ik zit, mm -hmm. toch? Waarbij het ietsje moeilijker is als je geen support krijgt. En ik begrijp het als je geen support krijgt. Ja. Want dat is ook heel belangrijk. Maar probeer het in jouw hoofd te nestelen: Van, hey Fakka. Ik vind het leuk wat mijn papa me zegt. Ik vind het leuk wat mijn moeder me zegt. Misschien vind ik het ook niet leuk. Mm -hmm. Maar dit is de weg die ik wil bewandelen. Ja, maar net wat je zei, mijn vader heeft me dat ook gezegd. En daarom haakte ik in daarop. Hij zei precies hetzelfde. Het maakt me niet uit als je vuilnisman wil worden. Zorg ervoor dat jij de beste vuilnisman ja, ja. bent in Suriname. Ja, ja. En dat iedereen vraagt dat jij hun vuil komt halen. Okay. Bij wijze van praten. Men onderschat het altijd, hè? Vuilnisman. Ga maar een, ga maar, ga een naam noemen: Dave van hm. Is begonnen met vuilnisman. Als vuilnisman. Ja? Ja, man. Is niet, niet, niet begonnen. Laat me niet zeggen niet begonnen. Maar Dave, Dave deed... een van zijn eerste beroepen was vuilnisman. Maar niet letterlijk de persoon die het vuil ophaalt. Uh -huh. Hij had een vuilnisbedrijf. Wat deed hij? Hij haalde vuil op uh -huh. van alle restaurants in uitgangscentra. Ja, maar het is genius. Mensen gaan vuil en rommel blijven okay. maken. Iemand dus, moet het doen. Oké. Okay. Maar... Hij snapte waarschijnlijk toen ook dat, dat werk wat niemand wil doen. kan ik doen. Er is geld in. Ja, precies. Snap je? Dus, ja, man. Ik, ik zei het verleden, ik ben iemand. Eén, ik, 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 mijn visie verrokken. Mm -mm. En twee, ik probeer het accent te verleggen als ik iets doe. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook bij de overheid gewerkt. Mm -hmm. Ik heb bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Mm -hmm. um, ik heb op de afdeling. Uh, financiële zaken gewerkt van je background. Toch? Van je okay. CV. Ja, ja. Maar ik heb niet gesolliciteerd voor financiële zaken. Ik heb gesolliciteerd voor boden. Maar ze hebben me dat werk niet gegeven omdat mijn CV toereikend was. Om... Ik zeg: Jullie moeten niet bepalen voor <laughs> mij wat ik moet doen. <laughs> toch? Omdat ik, ik ben iemand, ik probeer het accent te verleggen. Ja. Bij mij draait het niet om het geld. Mm -hmm. Ik heb een goal. Mijn, mijn, mijn basisgoal is tatoeëren. Mm -hmm. Je, je zou me morgen kunnen zien hangend achter een vuilnisauto. Ja. Mind your business. Je, als je wil, kan je zeggen Marvin de Low of Marvin. Ik heb een plan. Ja. ja, ja. Ik heb het volledig gezegd naar iemand. Ik zeg, als je me ziet hangen achter een vuilnisauto, mm -hmm. denk niet dat ik gek ben geworden of denk niet dat het ga, niet gaat met tattooën. Nee, ik, ik zeg luister dan. Laat zeggen we zijn hier bijnis park. Ja. Die vuilnis Wagen die hier langs rijdt. Mm -hmm. Rijdt misschien vanaf, vanaf, vanaf Charlesburgering weg mm -hmm. tot Quatta weg. Mm -hmm. Hoeveel huizen gaat hij niet voorbij? Een heleboel. Een heleboel. Ja. Oké. Okay. Wanneer ik hang? één, Ik word betaald. Mijn mm -hmm. ziektekosten is, 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 is gedekt. Ja. Ik ben met een kleine tas met flyers. Elke huis waar ik langs, rijd, langs loop om vuil te nemen, neemt, zet ik een flyer ja. van Marvin in je brievenbus. Je Ja, tuurlijk. Yifara. Oké. Okay. Op den dat... de duur ben je in Nederland. Bam. Die mannen zeggen je, broer, je bent te goed ja. hiervoor. Het heeft geen zin dat je hier begint. Kerst komt, je krijgt je eerste tattoo gun. Hoe gaat het verder? Oké. Okay. Um. <laughs> ja, ik moet erom lachen, want ik heb een machine. Mm -hmm. En ik denk, ik ben een tattoo artist. Ja, toch, ik heb, een ik, <laughs> ik heb een machine. En ik ga je eerlijk zeggen, zelfverzekerdheid is een groot... Is een groot is een belangrijk aspect in alles dat je doet. Mm -hmm. Zelfs als je iets niet weet te doen, moet je al ervan uitgaan dat je het kan doen. Je kan het nog niet. maar Je gaat ik kan het doen. nog niet, toch? toch? Okay. Dus ik, ik profileerde mezelf al als hey, ik ben die tattooartiest. Bro. Wat gebeurde daarna? Nou? Bro. Als ik terugkijk naar tattoo's die ik heb gezet, denk ik van bro, je bent voor me komen zitten. Hè? Echt? Really? You did that, isabito, and respect to people that, isabito. Mijn mm -hmm. broer is er een van, Davao is er ook een van. Ze, ze hebben gezeten, vol trots. Yeah. Nu dat ik ietsje beter ben geworden, veel beter ben geworden, bied ik het aan van, hé, hey, laat me je oude tattoo even, even opfrissen, opfrissen. En yeah. ze zeggen, yeah. nou, ze vinden het authentiek en things like that. Oké, okay, love for that, isabito. Yeah, yeah. Maar als ik terugkijk, denk ik van... je moet rekening houden, ik ben veertien jaar geleden begonnen. Dus er was geen YouTube... Waarbij je kon kijken: van hey, oké. Okay. Of er was wel YouTube, maar er waren nog niet zoveel nog niet ervaren, zo ah, ja. ervaren tattooartiesten die willing waren om hun werk te delen zoals mm -hmm. ze het nu delen, als het ware. Dus het was echt gewoon like. Bro, ik, ik, het is zo aan toegegaan. Nadat ik mijn tattoo machine heb gehad, mm -hmm. ben ik. het jaar daarop in september naar Suriname geweest. op vakantie. En. Toen tatoeide ik zogenaamd al. En ik kwam een tatoeërist tegen in het binnenland. Lijkt waren op een tour naar Rally vallen, mm -hmm. En ik kwam een tatoeërist tegen van Eindhoven. Okay. Dus ik zeg tegen een of ik wil leren tatoeëren. Ik heb alle machines en vier en vijf bla 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 bla. Hij zegt, oké, okay, laat me zien wat je kan. Ik zeg, kan je, laat me je gewoon met tekeningen wijzen. Mm -hmm. Hij zegt, oké, okay, je hebt wel potentie. Oké, okay, ik ga je een, 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 een helpende hand zijn. Een geven, als het ware van hey, je kan. Let het daarop. Over het algemeen is alles wel zelfmeet. Je hebt zelflearning gedaan, Isabito. Maar als ik vastzit, kwam het wel voor dat ik gewoon twee, drie uur in de ochtend die man bel. Van je vakken bro, sorry dat ik zo laat ben. Maar ik heb een lijn getrokken, maar er komt niets. Dan zegt die man, je voltage zit te hoog. En dan, dat zijn de, de kneepjes van het vak. Mm -hmm. Dat je op mm -hmm. den duur. Kijk, ik, ik ben nu veertien jaar bezig, maar ik leer nog steeds. Toch? En ja. het, het leuke ervan is, ik sta open om te leren ten opzichte van vroeger, vroeger vond ik het altijd als iemand kritiek had dan nou nu is het lijkt oké okay, is laat me gewoon luisteren mm -hmm. omdat ik uh, uh, niet te oud ben om te leren als het ware en okay. ik ben nog niet waar ik wil zijn qua, 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 qua die business als het ware of qua het product Zo? Wanneer, wanneer heb je besloten om, om te zeggen van oké okay, ik ga all in want je hebt een aantal dingen gedaan, je zei je hebt um, bij het ministerie gewerkt onder andere op een gegeven moment kom je wel op een switch waarbij je zegt, ik ga nee, nu all-in. Nee, all ik, in. nee ik, ik, heb, ik was altijd all-in. Oké. Okay. Ik, ik ben begonnen als tattoo artist, Dus dat like, is mijn eerste officiële baan. Tattoo uh, artist. Oké, oké, oké. Maar gaandeweg het proces mm -hmm. heb ik, zoals ik je zei, kijk, ik kan, ik kan nu bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, ik ga bij N.V. niet werken. Mm. Toch? Als vuilnisman. Mm -hmm. Dat zijn procedures binnen uh, uh, binnen, binnen het vakgebied, als het ware. Mm -hmm. Omdat ik qua netwerken altijd keek naar, voordat ik bijvoorbeeld bij de overheid ben gaan werken, mm -hmm. werkte ik bij een grafisch bureau. Ik zag het zo. Die man betaalde duizend SAD per, per maand. Het was niet stem opzichte van wat ik maakte als tattooartist. Yeah. Maar tegelijkertijd leerde hij me omgaan met, met, met Photoshop. Mm -hmm. I was learning something at the same time while getting paid. So, you do what you have to do to do what you want to do. Yes. Je neemt overal die kennis mee. Ja, 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 overal neem je die kennis eigen en vak. Ik, ik zeg het vaak tegen mensen. Ik kwam een keer iemand tegen in Nederland. En die persoon was aan het praten. Hij was zo'n een, zo een guy die vroeger een quiet boy was. Maar things get changed. You got a child. En hij was like, Ja, bro. Ik vind het niet spannend om daar te werken met die wit man. En ze zijn zo discriminerend. En die zie dat, die zo, papa. Pa, pa. And I was listening. I was like, Bro, mag ik jou ja, wat adviseren? Ik zeg, wil je pensioen genieten bij het bedrijf? Mm -hmm. Hij zegt, no man, ik kan niet zo lang werken, man. No. Ik zeg, nou, probeer het accent te verleggen. Werk daar, zet het beste beentje voor. Wees de, de beste versie van jezelf op het werk. Mm -hmm. Leer iets. Je wordt betaald eind van de maand. Misschien kom, misschien kom je niet uit met, wat, met, met dat geld dat je betaald wordt. Mm -hmm. Maar je leert iets tegelijkertijd. toch? En wanneer je zegt van, van oké, okay, ik ben klaar hier met dit bedrijf. Ga je misschien je eigen ding doen of je gaat naar een ander bedrijf, mm -hmm. maar je doet gaat ook bepalen als iemand anders of als iemand bij je gaat komen, mm -hmm. toch? Om een dienst van jou uh, 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 te kopen, als het ware. Okay. Want, want, sorry, want je bent ergens. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld naar een ander bedrijf gaat, gaat dat ander bedrijf bellen naar je vorig bedrijf. Hé, hey, vaak, hoe is het met Skalit? Hoe was hij daar? Heeft hij gedragen? Hoe is zijn gedrag geweest? Yeah. En als ze zeggen: van, Nou, man, die man is. Dan ga je je afvragen elke keer van... Iets wat hey, ik zelf mm -hmm. wil weten gewoon. Ik zie je, ik zie je, je tattoo gun hier. Yes. En als ik, als ik terugdenk naar de eerste keer dat ik een tattoo gun heb gezien, zag ja, het er niet zo. Het is een draadloze tattoo. Dus machine. dan vraag ik me af, boy, hoe ver zijn we gekomen tussen... The evolution of tattooing, als het ware. Wa waar jij bent begonnen. Want ja. ik denk niet dat je met nee, zo'n tattoo gun met een, Dit is een rotary machine. Het is draadloos. Laat me even aandoen. Draadloos. Mm -hmm. Ik zeg altijd, het is een vrouwvriendelijke machine, maar daarover gaan we niet praten, maar goed. <laughs> <laughs> maar goed, het is een rotary machine. Uh -huh. Ik ben begonnen met een coil. Coil is dan volgens mij die ene machine die zoveel body maakt wanneer hij aan is. Ja, 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 ja. Mensen werken nog met coils tegenwoordig. Een coil, een coil heeft rechtstreeks stroom. Maar wat is, het, wat, is het, wat, is het, wat is het grootste verschil? Sinds jij bent begonnen ermee, tot nu toe, wat zijn, de, wat zijn de meest, ja, de grootste leaps? Dit is één van ze. Ik bedoel, die kant zien er helemaal anders uit. Wat zijn er nog andere dingen die hemelsbreed verschillen? Zal ik, zal ik je van? wat vertellen? Dit jaar, deze maand volgens mij, mm -hmm. is er een inkt uitgekomen. En dat heet Magic Ink. Magic Ink, wat is dat? Magic Ink, dat is gewoon, iedereen vaak genoeg vraagt me hebben jullie geen inkt dat verdwenen? Uh -huh. Magic ink is ink dat verdwijnt. Met Magic ink kan ik een tattoo zetten uh -huh. en met een speciale lamp op je huid, op je huid schijnen. Uh -huh. Dan verdwijnt die ink. Het verdwijnt gewoon op je licht. Bro, je kijkt me zo. Ik, ik weet ook niet hoe het werkt, maar het werkt. Een klein flesje Magic ink, kleiner dan dit, volgens uh -huh. mij zo klein als hier, zo, uh -huh. kost 100 dollar. Oké, okay, maar, maar je tatoeëert ermee? Ik tatoeëer ermee. Je ziet gewoon dat ik heb getatoeëerd. Ja. En dan neem je een, neem een, een zaklamp. Uh -huh. Dan hou je die zaklamp tegen je huid. Ja. Dan verdwijnt die, die tatoe Het verdwijnt, brada. Dat, ik... Nee, dus het verdwijnt voor dat moment. Het verdwijnt. Voor het altijd. moment dat je weer met die lamp uh -huh. tegen je huid, dat komt. Het is net als, is als, is net als een on-off button. Je kan het googlen. Magic ink. <laughs> ja, so, Zo so geavanceerd zijn ja. we ja. geworden tegenwoordig. So, fun, fun. Ja, ik zie ook een heleboel dingen als glow-in-the-dark ink. Glo ik heb een glow-in-the-dark tattoo. Ik was vorig, twee jaar geleden, of vorig jaar was ik in een club in, in, in Amsterdam. En ik was paantje. Ik was echt paantje. Dus ik, ik, boom, 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 boom. Like, lekker aan het bouncen. En die glow-in-the-dark light komt op mijn anu. En ik sla mijn anu van, hey, wat is dat? En ik realiseer me van, hey, ik heb een tattoo daar. Maar je ziet het alleen, ziet het alleen met, met, met die met blue light, ik heb, no? ik heb Ja, met die blue light. Ik heb een uh, monopoly pappertje hier zo. Serieus? Ja, en van hieruit zie ik gewoon je niks? Je ziet, je ziet echt niets. Echt gewoon met die, met die blue in the dark light mm -hmm. zie je het gewoon. Is het goed voor je lichaam, voor je mm. Ik weet het niet, man. Ik sabi... doe allemaal dingen die niet Dat gezond toch, zijn. Um, oké, okay, de business side of things. Mm -hmm. Want nu, nu kan je tekenen, je hebt je tattoo gun gehad, je hebt wat ervaring opgedaan, je hebt mensen die je gunnen, je hebt een paar die zeggen, fuck it, je mag op mij tatoeëren. Super, ja. Nu, net als wat je zegt, de beste kok kan niet per se in je restaurant draaien. Klap. Dus hoe ga je van, of hoe ben jij gegaan van, oké, okay, ik heb nu die skills, ik heb mensen die me gunnen, ja. ik heb een support systeem. nou, we gaan money maken ermee. Um, en een bedrijfje bouwen we eromheen. Ja, het, ik, ik denk ik denk dat het gewoon zoals bijna elk bedrijf is gegaan. Veel bedrijven zijn tot stand gekomen omdat iemand iets kan doen. En oké, okay, je gaat je inschrijven bij de Kamer van Koophandel en things like that. Toch? Ja, zo is het precies ook aan toegegaan. Achteraf bekeken zou ik eerder een businessplan willen schrijven voordat ik mijn business zou willen starten. Dus ik is mijn advies naar mensen toe. Je hoeft het niet te doen. Je kan ook gewoon doen wat jij wil. Maar... Uh, probeer een business op te starten met behulp van een businessplan. Mm -hmm. Waarom zeg je dat? Omdat je in een businessplan uh, min of meer toch rekening houdt met alle aspecten van het bedrijf. Toch? Mm -hmm. uh, in een businessplan komen plan van aanpak. Hoe ga je je business runnen? Hoe ga je um, je marketing bijvoorbeeld? Ja. Uh, je gaat een financieel plan maken. Um, hoeveel ga je investeren? Wat ga je eruit halen? Mm -hmm. Je gaat een realisatieplan maken. Oké, okay, als ik een 20% marge zet, hoeveel kan ik per jaar eruit halen? Dus maar dan zou je al een marktonderzoek gedaan moeten hebben. In... Zou je, je, gaat, je, zou, je zou in principe een marktonderzoek ook gedaan moeten hebben. Snap je? Ik heb dat soort dingen niet gedaan. Ik, ik kan dat. Ik, bro, ik heb die machine in mijn hand en ik ben tattoo artist in mijn maand. Ja. Snap je? Dus ik ben, ik ben in 2010 begonnen. Ik ben, toen was ik in Nederland. Dus mm -hmm. van 2000, ik was van 2008 tot 2010. 13 in Nederland, mm -hmm. kom naar Suriname en ik ben me gelijk ingeschreven bij KKF als ondernemer in mijn Oké. En eh, vanaf 2013 ik ingeschreven. Maar goed, ai. <laughs> oké, okay, ja. Ai, uh, oké okay. en ja. ja, je bent ondernemer. Um, dan ga je eigenlijk kijken naar de. de, 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 de um, de facts van, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen om mijn onderneming, om, om onderneming draaiend te houden, als het ware. Hoe kom je aan klanten als, als dat de ik, ik, ik ga eerlijk zeggen, ik, de meeste klanten die ik heb, komen via social media. Mm -hmm. Ik heb heel veel geïnvesteerd, nou, niet, niet heel veel, ik heb niet heel veel geïnvesteerd, maar ik heb er wel voor gezorgd dat via social media mm -hmm. um, mijn klanten kwamen, als het ware. Ik heb bijvoorbeeld um, op Instagram heb ik een following van 10.5k, wat Best. Ja. Best redelijk is. Ik vind het weinig eigenlijk, maar het is nog steeds veel. Oké. Okay. 10.5. Ja. Wacht, je zal me vertellen waar die naam vandaan ja, komt. Ja, 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 ja. Vertel me, waar komt die naam vandaan? Kijk, ik ben inderdaad begonnen met Tattoo Marf. Tattoo -Marf. Ja. Op Instagram is mijn naam echt Tattoo Marf. Mm -hmm. Maar ik zat erbij en ik dacht van, nee maar Marvin, uh, dat is niet super creatief van ja, je. Je bent zo'n creatieve, van jongen. <laughs> Tattoo Marf ja 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 elke tattooartiest is gewoon cliché tattoo Marv tattoo dit tattoo Bobcat je Prr, <laughs> doe een beetje creatief oké okay. toen ben ik gekomen met Marv Ink ja is gewoon een K achter die Marvin zetten want ik heet Marvin klopt Marvin met Inc. een K en Marv Ink is eigenlijk veel omvattender dan tattoo Marv oké okay. wat hoort het allemaal in oké okay. mooie vraag Niemand heeft me dat ooit die gesteld, die vraag ooit gesteld. Bedoel, so. Je vertelt erover. Ja. Wat is, is het verhaal erachter? Ik ben in die era begonnen met tatoeëren toen Drake begon met zingen. Boy, dat is lang geleden. Okay. <laughs> en Drake kwam met een takkie. Mm -hmm. Drake stands voor Do right and kill everything. Drake. Ken je die takje nog? Mm -hmm. It's a boy. Okay. Long time. It's ago. Long time. Toen dacht ik van hé, hey, Morphing stands voor making art. M-A. Mm -hmm. Really? Mm -hmm. R. Toen zei ik van, really, wat, 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 wat. Toen bleef ik met Davayo in hoofd daarop. Ik zeg daarvan, making art. En daarvan gewoon, really valuable. Morphing stands for making art really valuable. Shit, oké. Okay. Is dieper <laughs> ja, dan man, tattoo morph. Ja, 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 ja. Snap je? Ik kan ook zeggen, tattoo morph stands for making art really valuable. Mm. Maar dan, morphing stands for making art really valuable. En het leuke van morphing is, waarom ik zeg, is veelomvattende. Mm -hmm. Nu, veertien jaar verder... Doe ik meer dan tatoeëren. Ik doe tatoeëren, ik doe kunstwerk, ik doe houtsnijwerken, ik doe schilderij, ik doe canvas paints. Ik, ik zag dat je voor een paar grote artiesten ja, schildert, maar je doet ja. ook houtsnijwerken. Oh, huh. Wanneer is dat begonnen? Houtsnijwerken is een paar jaar geleden begonnen. Toen... Dat is weer heel anders dan teken, ja, het kan het is, tekenen. Het, maar. Is, het, is, het is niet van mijn kant uit zelfs begonnen. Mm -hmm. En het is om, ter, verduidelijk, ter verduidelijking het is niet dat ik een, 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 een betel neem en. en, en dat heb ik in mijn hoofd. Als nee, je zegt, ik, ben, oh, ik, ben, ik ben. Ik ben. Ik zei het aan het begin van die podcast. Ik, van, ik, ben, ik was lui op school. Dus ik ben niet echt iemand die gaat zitten. Pap, 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 maar ik ben wel slim. Mm -hmm. Iemand heeft me approach, Aston. Aston drille heeft me approach een keer van hey, Vaka. We hebben een, uh, We maken keukenkasten en zo. Maar ik heb een CNC-machine. Oh shit, oké. Okay. En ik wil eigenlijk een. Uh, uh, jij kan tekenen mm -hmm. en ik wil eigenlijk een grote uh, wapen van Suriname maken. Dus ik heb die tekening nodig. Mm -hmm. Toen zei ik van, oké, okay, interessant. Maar ik vind wapen een wapen van Suriname vind ik niets eigenlijk. Niet dat ik hou van Suriname, is dat het toch. Maar laten we commercieel gaan ermee dan. Mm. Laten we portretten maken. Ik kan portretten tekenen. Ik ga investeren om 3D te tekenen. Mm -hmm iPad is een, schaffen jullie een iPad aan, alle creatieve lingen, schaffen jullie een iPad aan. Het is een grote investering, maar het is een van de beste investeringen. En dan toen heb ik 3D leren tekenen. Uh, okay. En dan die 3D-file geef je dan aan die CNC-machine. En dan doet die CNC-machine de rest. En dan maakt het maakt niet uit wat je eronder zet? Je, zet, je, je hebt een CNC-machine van hout. Dus voor hout. Aha. Maar je hebt bijvoorbeeld bedrijven tegenwoordig die hier in Suriname ook op metaal en, en steen gewoon iets kunnen maken. Dat is ook okay. een van mijn goals. Ik wil gewoon een CNC-machine voor mezelf dan Niet per se commercieel, maar gewoon om te hebben als hobbyist en geld ermee maken, als het ware. Een heleboel mensen denken aan tatoeages zetten. Maar vaak denken mensen niet meteen aan wat mis kan gaan. Ja. Wat kan, kan misgaan? Gaan. Ik heb dingen gezien. Oké. Okay. Dat is een goede vraag. Komt kom misschien niet heel vaak voor, okay. maar wanneer het wel gebeurt, hoe okay. mis kan het gaan? Kijk, een van de, de belangrijkste, eigenlijk niet een van de belangrijkste. de belangrijkste. Het belangrijkste aspect van tatoeëren is hygiëne. Uiteraard. Het is nummer één. Dus toen ik ben begonnen als tattooartist heeft men me dat geleerd. Hygiëne, als je, niet, als je omgeving niet hygiënisch is, of als jij als persoon niet hygiënisch bent, of als je geen nieuwe spullen gebruikt. Want vroeger is het voorgekomen dat mensen niet investeerden in hun spullen. Het komt nog steeds voor. Mm -hmm. En als je verhalen hoorde, dacht je bij jezelf van, oh boy, maar hoezo ga je zitten voor zo iemand? Ja, ja. Oh, mensen gebruiken dezelfde naald voor iemand, of dezelfde ink, of mm -hmm. things like that. Het gebeurt. Je, je, je hebt, ja, tegenwoordig, ja. tegenwoordig heb je filmpjes op Facebook waar ze op straat in Bangladesh of ergens in India gewoon zonder handschoenen voor mensen tatoeëren. En gewoon pap, 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 misschien met diezelfde naam. Dat zijn dingen die gebeuren. Maar, waarom hygiëne heel belangrijk is bij het tatoeëren? En waarom eigenlijk je niet... Ik wil niemand... I don't want to bash nobody, is dat toch? Maar gezondheid gaat voor. Ja. Waarom je eigenlijk niet kan zeggen dat... Wanneer je een tattoo-machine houdt, dat je tattoeartist bent. Omdat die gezondheidsvoorschriften daar moeten zijn. Mm -hmm. Wanneer iemand, wanneer een chirurg bijvoorbeeld een operatie gaat doen, heb je misschien naar IR gekeken. Wanneer ze een operatie doen, wassen ze hun hand bijna 50 keer, 50 keren. Hm. En iemand trekt die handschoenen voor ze ja, aan. Ja. Omdat er bacteriën kunnen gaan zitten aan hun handen. Klopt. Snap je? En wij. ...gaan in principe niet zo diep als een chirurg. Wij, wij een tattooartist, gaat maximaal anderhalve millimeter mm -hmm. in je lichaam, in je huid als het ware, dus een tattoo naald. Maar je gaat nog, je maakt nog steeds een inkerving. Er, er, er kan nog steeds een contami contami contaminatie plaatsvinden. <laughs> ja, contaminatie. Ja, toch? Dus het is belangrijk dat je, dat je omgeving hygiënisch is en ja. dat, dat je... Je situatie hygiënisch is. Als je geen rekening daarmee houdt. Het, het, het komt zelden voor. Mm -hmm. toch? Het is echt zelden voorgekomen dat, dat er echt... Dat je hebt gehoord dat iemand iets heeft gekregen mm. door het tatoeëren. Het komt zelden voor. Maar het, het is niet uitgesloten. Maar heb, je, heb jij het ooit gezien bij iemand dat iemand nee, een infectie kreeg of zo? Kijk, een infectie krijgen kan. Toch? Maar het is niet gekomen van hygiënische voorwaarden. Een infectie kan je krijgen bij wijze van spreken als jij je niet houdt aan de voorwaarden nadat een tattoo gezet is. Mm -hmm. Kijk, één ding dat ik vaak zeg aan mensen. Een tattoo zetten is niet alleen het proces van wanneer je die tattoo gezet hebt. Maar is ook het proces van wanneer je die tattoo gezet hebt. Een tattoo zetten is eigenlijk, duurt eigenlijk zes weken. Want het moet nog droog, toch? En dat het, dat het goed genezen kan worden, heeft te maken met... Een heleboel aspecten. Je moet rekening houden dat je bijvoorbeeld niet in de zon ermee gaat. Je gaat je tattoo niet blootstellen aan de zon. Het gaat niet juiken. in de gym. Ik, niet mag niet, de ik mocht ook Ja, niet, dus niet naar in de principe, de gym. in principe niet in de gym ook, maar om te voorkomen dat er geen zweet gaat zitten dat in je tattoo. Die. Toch? Um, dus eigenlijk zijn de voorwaarden: ik ken het eigenlijk als een versje, niet zwemmen ermee, niet in de zon ermee. Het gaat vervellen, niet aan die velletjes zitten. Het gaat jeuken, niet jeuken. Niet <laughs> um, je moet het eigenlijk slaan net als wanneer vrouwen wave zetten, <laughs> toch? Um, tap it. Tap it um, het gaat jeuken, niet jeuken. Wat nog meer? Ja, ja, er zijn eigenlijk nog een paar. Maar dat zijn de basics. Mm -hmm. En als je houdt daaraan, dan is de kans groot dat je tattoo goed geneest. Oké. Okay. Toch? Ik heb. Ja, ja, ik heb wel, wel, wel momenten meegemaakt waarbij iemand een keer belde, die persoon is een tattoo komen zetten. En die persoon belde daarna van, uh, een paar dagen daarna, ja goeiedag, uh, mijn tattoo is ontstoken dus ik wil mijn geld terug. Hè? Ik zeg, <laughs> zo, zo gelijk, u wilt uw geld terug. <laughs> oké, okay, u wilt uw geld terug, oké. Okay. Ik zeg, komt u langs de shop, laat me zien wat wat is. Mm -hmm. Voor die vrouw de pech, is ze die tattoo gezet ergens in december voor oudjaar mm -hmm. en oudjaar zelf was het super heet mm -hmm. de dus zon scheen fel en ergens in januari kwam degene ik wil mijn geld terug want mijn voet is ontstoken ik zeg oké okay, kom, kom twee lekker langs en die vrouw kwam met haar zoon en haar dochter de dochter had eerder ook diezelfde tattoo bij me gezet en niets was gebeurd niks Zij, pap. gebeurd en die, die, die dag heb ik echt gelachen want die, die jongen kwam echt naar binnen mijn tattoo shop is op mijn erf. Mm -hmm. Dus die kwam eigenlijk helemaal in die tattoo shop zonder trui. En ik heb, het echt, ge ik heb echt gewacht totdat hij zijn voet in die tattoo shop zetten. En ik zei: Hé hey broer, kan je even een truitje aantrekken? We zijn niet op de sportschool in de sportschool. <laughs> oh sorry, 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 sorry. sorry. Ze gaat een truitje aantrekken. Pap, pap, pap. Want ze waren al eigenlijk met een bepaalde elle toegekomen. Ik zeg: Oké okay, mevrouw, wat is het probleem? Ja, mijn voet is opgezet. Oké. Okay. Ik zeg maar. Uh, je bent in de zon gegaan 31 december. Ja, maar ik ben op vakantie, dus ik kan maar niet zeggen dat. Ik zeg: Nee, klopt. <laughs> ik kan niet voor je bepalen <laughs> wat je niet moet doen. Maar als je weet dat u naar de stad komt, of naar Suriname komt om in de stad te gaan, dan moet je ervoor zorgen. Het is 31 stad. Ja, toch, de stad gegaan. Met een verse tattoo. Met een verse tattoo. Zweet van iedereen. In die zon, is toch? Dus. Ja. Ik zeg maar, daar had u in principe die tattoo moeten zetten een dag voordat u vertrok. Mm -hmm. Ja, maar. Ik zeg: Oké, okay, okay, maar wat wilt u precies? Ja, ik wil mijn geld terug. Ik zeg: Oké, okay, maar ook al geef ik u geld terug, uw, uw probleem is nog steeds niet verholpen toch? Klopt. De tattoo is nog steeds. Weet <laughs> je? Ik zeg dus: Kijk wat we gaan doen. Laat die tattoo gewoon genezen. Mm -hmm. Koopt u antibiotica zelf. Zet uw antibiotica zelf voor die tattoo. Als blijkt dat na zes weken die tattoo niet goed is, mm -hmm. dan, ook al bent u in het buitenland, dan geef ik uw dochter dat geld dan heb ik mijn werk niet naar behoren gedaan. Maar ja. ik heb mijn werk eigenlijk naar behoren gedaan. Ja. En ik heb nooit meer iets van ze gehoord. Ja, dus geen nieuws is uit. goed nieuws. Ik ga ervan uit dat die tattoo dat die vrouw nog steeds geniet van de tattoo waarvan wat ik ook denk dat het goed is gekomen. Ja. ja. Nou, oké. Okay. Um, het proces van een tattoo zetten bij jou. Mm -hmm. Hoe begint het? Iemand heeft een idee. Stel ik heb boy. Ik vind het leuk als je idee hebt. Ik vind het leuk als je niet komt met een foto van het internet. Het is niet iets wat je al hebt gezien of zo. Ja toch, een tattoo is een persoonlijk ding. Ja. Laat het uniek zijn. Ik mm -hmm. kan tekenen. Voor de mensen die kijken, ik kan tekenen. Ik kan tekenen. Als je wil zien dat ik kan tekenen, ik, heb, ik kan goed tekenen eigenlijk. Ja, de mensen die, die naar die podcast luisteren, ja dat ga je de, niet zien. Maar, je maar de mensen zien, die zien, kijken? kijk. Ik kan tekenen, weet je niet als je het kan Misschien zien. Misschien moet je die foto voor me sturen. Dan nee. ga ik het voor je sturen. Deze? Deze is een poppetje man. <laughs> Kijk, net vandaag heb ik een tekening gemaakt. Ik ga je na die podcast vragen wie dat is. Ja, je mag je vragen, man. Maar in elkaar. Niet. Nou, het is geen lokale. Ja, man. Dan met jou, met jouw toestemming um, zet ik dit ook gewoon op beeld Ja, mag. in die podcast. Ik heb, ik heb het uh, vandaag voor die man gestuurd mm -hmm. via iemand. Bleek dat hij vandaag vertrokken is. ik zou hem eigenlijk ook printen en afgeven. Ja. Dat gaat ook alsnog gebeuren. Ik ga twee exemplaren maken. En dan aan allebei mannen geven. Voor de mensen die luisteren en niet kijken naar het podcast, het gaat om een hele leuke tekening. Een portret van Henky en Psycho. Ja man. Ja, Oreo. Dus ja man. Ja, Snap je? Dus uh, ja man. Was dit altijd een van je dingen, portretten? Ik hou van portretten. Ik hou van real-life eigenlijk. Mm -hmm. Ik hou van... Ik, ik, ik kan eigenlijk alles tekenen dat ik voor me zie. Serieus. Ja, dus als eigenlijk... ik gewoon hier zou zitten in die podcast, ja, zou man, je het dus kun je kunnen schetsen? gewoon kunnen schetsen. Heerzo. Vroeger hield ik ervan gewoon op school om alles te tekenen dat voor me was. Mm -hmm. dus dan heb je die stoelen, in die, die je zit in de rij op school toch, dus stoelen, pap, pap, pap en hier, uitzicht. Ik ben eigenlijk een lopende printer, als het wel. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus iemand komt naar jou met een idee en dan... Ja, iemand komt met een idee. Nee, mm -hmm. hey, vaker maar, ik uh, heb zo een idee, ik wil een leeuw of een religieuze. En dan ga ik mijn, kijk, <laughs> ik kan tekenen. Maar ik ben nog steeds lui. Moet dat niet vergeten. Maar dan komt inzicht bij kijken. Oké, okay, uh -huh. omdat ik al jaren in het vak zit, dan kan ik een idee daar nemen en een idee daar nemen mm -hmm. en een idee daar nemen en een, comp een compositie maken. Voor alles. Ja. En dan heb je één ontwerp als het ware. Gisteren heeft iemand me benaderd bijvoorbeeld voor een heel leuk idee. Weet je wie dit is? Commissie. Zo zie ik het niet meteen. Maar. maar wat was het idee? Weet je dit is? Nee, ik zie het, ik herken het zo niet. Oké, okay. dit is Billy the Kid. Okay. Ik heb je okay. van Billy the Kid gehoord? Gehoord, maar ik zou hem okay. niet herkennen als je me het zou weten. Billy the Kid was een outlaw, outlaw, outlaw type of person. Hij, heeft, hij was een outlaw type of person. Je weet wat outlaw is. Mm -hmm. Hij heeft 21 kills gehad voordat hij 21 werd en op zijn 21-jarige leeftijd is hij doodgeschoten. Zo, mm -hmm. so, die persoon zegt me, maar, ik wil een Billy the Kid zetten. Okay. Maar die Billy the Kid moet, is, is, een, is een figuur van 1870, iets mm -hmm. daar in de buurt. Dus hij zegt, ik wil hem een beetje 1870-achtig, mm -hmm. met een paar gongs. Ja. Maar hij moet ook een beetje urban zijn, anno 2024. Oké. Okay. Dus ik heb dan een. Even kijken. Een ontwerp gemaakt mm -hmm. waarbij hij. 1850 was. Aha. Uh -huh. Van bovenuit. En van beneden heeft hij gewoon gimpen aan. Weet je? Hij zit lekker ontspannen. Mm -hmm. Hij staat mm -hmm. lekker ontspannen. Ik ga wel andere schoenen zetten. Ik ga een paar uh, uh, Jordan One zetten. Oké. Okay. Snap je? Dus dan heb je dan die urban mix, die old school Dan breng je blaar. de old school en de nieuwe school Cijfer. bij elkaar. Cijfer. Dus zo, je, je, anything, anything goes. Gewoon elk anything, idee. Kan and and idea, ja, elk idee, Elk idee dat. Oké, okay, nadat je dat idee hebt uitgedacht, hoe ga je verder? En dan, nodig het, dan stuur ik eigenlijk het idee, het, het ontwerp voor de, voor de, voor de klant. Uh -huh. Wat vind je hiervan? Eigenlijk probeer ik soms ook ervoor te zorgen dat ik minimaal drie ideetjes maak. Dus drie ontwerpen maak. Mm -hmm. Zodat je een keuze kan maken van oké. Okay. En geloof me, ik maak. Eén harde, die ik echt wil zetten, mm -hmm. en twee slechte gewoon. Ik weet gewoon, deze gaan Deze vind ik niet hard. Maar dus bij jou, een tattoo zetten is wel. Is niet, is niet direct gewoon van hey, één, twee laten doen. Nee, dat is een nee, stappenplan Nee, nee. In is principe. een stappenplan. En ik werk ook alleen op afspraak. Oké. Okay. Dus je gaat de afspraak maken. Ik heb een open agenda van twee weken voor. Dus nu ben ik twee weken bezet. Mm -hmm. ik, ik zet geen, ik zet niet drie, vier tattoos op een dag. Ik zet één tattoo op een dag. Oké. Okay. Gewoon één tattoo. Met alle aandacht en met alle tijd Met alle aandacht daar. en alle tijd. Ik werk niet meer met, ik moet deze tattoo afronden. Het kan ook gewoon dat we die tattoo niet afronden vandaag. Afhankelijk als het een grote tattoo is. Mm -hmm. Toch? En dat doen we het in twee sessies. Oké. Okay. Toch? En dan gewoon, ik heb, ik, vooral vanaf, dat is echt vanaf dit jaar gaande. Mm -hmm. like, ik wil gewoon extra mijn tijd nemen om een tattoo te zetten. Omdat als ik extra mijn tijd neem, hoe meer tijd ik in die tattoo zet, hoe beter het wordt, als het ware. In mijn hoofd mm -hmm. is... Of ja, een, een, een tattooartiest is basically een kunstenaar, zoals ik het ja, zie. Ja, dat is wel waar. Hoe denk je over um, mensen die een tattoo zetten bij iemand mm -hmm. en het daarna gaan laten bewerken bij iemand anders? Mijn mening, ik vind persoonlijk mm -hmm. alvorens je, stap naar iemand anders. Ik, ik vind gewoon dat als je een tattoo bij mij zet, laat me mee als voorbeeld gebruiken. Als je niet tevreden bent met hoe het, hoe het is genezen, mm -hmm. kom eerst naar mij. Mm -hmm. Wat ik bijvoorbeeld aan mijn. mijn, mijn mijn pakket ziet er zo uit. Als je een tattoo bij me komt zetten, dan krijg je garantie op je tattoo. Wanneer okay. het is genezen, kan het zo zijn dat er een lijntje ergens is gemist. En dan kan je en, terugkomen. Hoe, hoe, hoe geef je garantie op? Wat if je ijskast Of als je tv kapot ja. is? Dan weet je van oké, okay, je hebt fabrieksgarantie op X, Y, ja. Z. Dus je, je hebt bijvoorbeeld binnen, binnen een bepaalde periode. Dus laat ik zeggen, ik weet van het duurt, ik, ik neem geen zes weken. Ik neem vier weken dat het helemaal genezen is. Oké. Okay. Vier weken. En dan heb je binnen die vier weken twee weken de tijd om langs te komen. Mm -hmm. Ook dat ik kan zien hoe het is genezen. toch? Want wanneer een tattoo pas is gezet, is het altijd mooi. Mm -hmm. En de meeste foto's die je ziet op social media, zijn van tattoos die pas, genezen, die pas gezet zijn. Mm -hmm. Zijn ze nog extra zijn donker. Extra en... donker. Ah, ja. Een echte tattoo is mooi wanneer het genezen is. Mm -hmm. Toch? Dus ik kreeg dan ook de gelegenheid om te zien van oké, okay, zo ziet mijn werk eruit. Oké, okay, hier moet ik improviseren, hier moet ik beter gaan worden. Dat is ook een feedback naar mij toe. Vaak genoeg zie je die tattoos niet terug. Mm -hmm. Want of, of degene komt weer een tattoo zetten, of degene komt niet meer. Dus kom gewoon. En ik zeg het, het geldt voor elke tattooartiest, het geldt voor elke persoon bij elke tattooartiest. Ook al is, je gaat altijd iemand hebben die beter is dan een ander. Dat is hoe ik goed ben. Heb je iemand lokaal die beter dan me is. Mm -hmm. toch? Maar kom terug, ga terug naar de persoon. En als je vindt dat de persoon je niet goed behandeld heeft, dan kan jij bepalen van nou oh, ik, ga, ik, ga, ik, ga, ik wil niet meer bij deze man gaan. Je zei, um, er is altijd iemand beter. Ja. Als, je, als je een top 10, bedenk een top 10, misschien een top 5, een top 3, ik weet niet. Waar zou je jezelf als één toch? <laughs> 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 moeilijk toch Maar potlood want een raam aan hem dus als je de beste tattoo wil moet je er nu bij mij. oké niet ja. lang nadenken gewoon bellen again, <laughs> I don't bash other tattoo artists andere tattoo artiesten zijn ook goed mm -hmm. maar het zou oneerlijk van me zijn dat ik iemand anders boven mezelf zet dus in die top 5 ben jij 1 1 in die top 10 zelfs en zelfs in die top 1 ben ik 1. Ja, <laughs> nee, maar je weet toch, er zijn betere tattooartiesten dan mij zelf. Je toch, maar ik denk niet dat de andere tattooartiest die, 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 die minder goed als mij is, mij op de eerste plaats zou zetten. Mm -hmm. je, het is gewoon een mindset. Het is niet dat, dat ik on top ben of the world, als het ware. Ik zeg het weer. Er zijn betere tattooartiesten dan mezelf. Toch? Maar het is iets dat je voor jezelf moet printen in je hoofd. Van, er is niemand beter dan jou. Hoe lekker kan je leven als tattooartist? En dan bedoel ik iemand op jouw niveau waarbij je. Wat moet je zijn lekker? Lekker is relatief. Oké, okay, maar je, je, je hebt nu bijna 15 jaar in het vak. Ja, yeah. 14 jaar, exact. Ja. 15, mm. 15 klik ik. Okay. Bijna okay. 15. Yeah. Nog een jaartje, jaartje zo voorbij. Dan heb je 15 jaar onder je belt. Oké, okay. je hebt 15 jaar in het vak. Ja. Dit is nu je fulltime ding. Dit is mijn fulltime ding. Oké. Okay. Ja, hoe, als ik zeg hoe lekker kan je leven, dan bedoel ik dat je... Kan je vrij leven. Kan je vrij leven. Je hebt kijk, je waggie, je ik, hebt je ik, huisje. Ik heb alles, je hebt... alles dat ik heb bereikt, heb ik via tatoeëren bereikt. Mm -hmm. Ik heb niet mijn eigen huis, omdat ik geen behoefte heb tot mijn eigen huis hebben. Maar ik zou morgen bij wezen van spreken naar Interfast kunnen gaan om een perceel te kopen en kunnen bouwen. Zit er zoveel geld in dat vak? Er zit... Kijk. <laughs> nee, ik vraag het, omdat nee. ik, ik zie tattoo-artiesten en ik zie Nee, shops. maar kijk, kijk. Er zit... Er zit Laat me, laat me dit goed beantwoorden. Mm -hmm. In elk vakgebied zit er genoeg geld. Toch? Oké. Okay. Want ook al zou ik bij wijze van spreken timmerman zijn... Ja. Kan ik zeggen dat er genoeg geld in, 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 in timmerman zijn zit. Als jij de beste timmerman bent, zeker ja. Als je, als je behoort tot in de top 10 timmerman, daar zit er geld in. Want mm -hmm. het gaat om... Um, als je... Als je kwaliteit levert, uh -huh. ga je op den duur werken aan je marketing. Ik ga maar een voorbeeld geven aan het tatoeëren. Ook als we, laten zeggen, ik ben tot de ontdekking gekomen, ik heb een onderzoek gedaan. Uh -huh. Oké. Okay. Um, stel je voor, er zijn twintig tatoeërkisten, uh -huh. 20 goede tatoeërkisten. En we leven in een populatie van 600.000 man. Uh -huh. Van de 600.000 man zijn 200.000 geïnteresseerd in tattoos. Uh -huh. 200.000 staat op 20, uh -huh. dus je bij 10.000 10 man per persoon om te tatoeëren. In een jaar tatoeëer je geen 1000 man. Uh -huh. Dus er is genoeg vraag en er is genoeg aanbod. Uh -huh. Snap je? Vraag ik bij wijze van spreken um, 1000 SAD voor een tatoe. Uh -huh. Met aftrek van belasting komt het op 800 SAD. Uh -huh. Op 1000 man uh -huh. zit ik in een jaar op 800.000 SAD. Dus er zit wel wat in. Er zit in. wat in, toch? Als je goed genoeg als bent. Als je goed, maar dan moet je ook, je moet goed genoeg zijn en je moet eigenlijk met een bepaalde strategie werken. Mm -hmm. Toch? En dat is het minimale, 1000 SAD. Ja. Toch? Um, ik vind persoonlijk dat als kunstenaar er eigenlijk geen limiet is aan de prijsgeving van jou. Dus, dus daar, daaraan dacht ik. Hoe prijs je een tattoo? Hoe zet je een prijs op een tattoo? Het hangt dat is... helemaal af. Ja, is, het is, het is. Het is het is moeilijk. Het is. Je kan afhankelijk van hoe je hoe je, je business ziet. Als, het, als je het als een business beschouwt, mm -hmm. dan heb ik graag wat ik doe. Ik heb een kostprijs berekend. Mm -hmm. oh, dat is weer anders dan oké. Okay, dat kost zoveel. Oké. Okay. Want wat gebruik ik allemaal? Wat verbruik ik allemaal bij het tatoeëren? Mm -hmm. En het is niet. Het is niet. Uit de, zoals ik zeg, is niet uit de duim gezogen. Van oké. Okay, dat is zo'n er is, weet je, er is een basisprijs. Mm -hmm. Omdat, ik gebruik ink, mm -hmm. ik gebruik naalden, yeah. ik gebruik vaseline, mm -hmm. handschoenen, Greensoop, mm -hmm. alcohol. Uh, green alcohol. Towel. Kijk bijvoorbeeld deze towel die ik gebruik, speciale towel. Yeah, yeah, yeah. Deze towel alleen, een rol ervan, kost bijna 6 dollar of zo. dus pap, towel, dental bibs. Uh, stroom, environment, mm -hmm. uh, dan kan belasting bijkijken mm -hmm. en dan, uh, dan nog meer pap, pap, pap. en je naam, ja en je tijd, zeker, toch? Dus dat als ik bij wijze van spreken dit alles opnoem en ik zeg maar wat ik heb een begintarief van 100 dollar, mm -hmm. is die 100 dollar zelfs niet genoeg voor alles dat ik heb opgenomen. Ja. Snap je? Maar je moet gaan van een minimum als het ware, mm -hmm. toch? En 100 dollar is, geloof me, het is het zit, zit, zit een beetje aan de hoge kant, vooral voor die environment waar, waarin we leven. Okay. Maar, het is dan nog, het is dan nog uh, ik zeg, ik blijf het zeggen, Iemand, ik heb een klant die een, een lijkslief bij me doet. En hij, hij zei vroeger een keer: maar, die man is van me vragen, waarom ik bij jou kom, want waarom je zoveel vraagt voor die tattoo enzo? en zo. Ik zeg: uh, Ja, is een goede vraag. En uh, I like that. Uh, ik zeg: uh, um, Jij bepaalt in welke auto je rijdt toch? Mm -hmm. Je mag in een Toyota fiets rijden, maar je kan ook in een Range rijden. Of mm -hmm. iemand anders wil ook in een Rolls Royce rijden. Yeah. Toch? En ik probeer eigenlijk <coughs> die Rolls Royce te zijn in die game. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik weet dat die kwaliteit daar is. Yeah. Mijn service is daar. Mm -hmm. Dus mijn naam gaat ook daar zijn. Snap je? Ik, ik, heb, ik maak echt uren. Zoals, misschien weet je het niet, ik reis veel. Mm -hmm. En als ik reis, reis ik om te tatoeëren als het ware. Ik zou vandaag eigenlijk op een vlucht zitten. Naar Aruba. Seru zo. Maar. Wacht, reis... Dus je, je gaat ook gewoon internationaal ja, om tattoo's te doen? Ja, broer. ja Ja, ik ben, ik ben in 2022 gehaald geworden na dat Om voor, niet eens voor een dag te tatoeëren voor iemand. Binnen, binnen 24 uur was ik weer in Suriname. Wat? Gewoon een tattoo zetten voor iemand. Ja, zal, man. Ze hebben je laten halen. Ze hebben me laten halen. Alles bekostig. Maar zie hoe je jong. Nou, ik weet maar, maar, dat en, is maar eigenlijk... hoe kom je in contact met internationale klanten dan? Social media, man. Gewoon social media? Ik heb social je werk media. gezien. Ik heb je werk gezien. Iemand heeft me aanbevolen. Weet je, wat ik, wat ik doe, is gewoon ook een eye-opener voor iemand. Vandaag kwam iemand, een tattooartist, voor bij me kopen. En ik ben ook zo iemand. Like, ik, ik, ik kan je gewoon adviseren. Maakt niet uit. Als je, dat, je bent een collega. Ik zie je niet als een concurrent. Dus als, als je iets wil weten, kan je gewoon naar me komen en vragen van hey, Marv. Hoe doe ik dat? Ja, ja, ja. Hey, doe dat. Omdat ik ook vraag aan anderen anderen leren mij ook, ja, ja, ja. toch? Dus keel vroeg me van ik wil ook net als jou um, weggaan, als het ware. De afgelopen, de afgelopen drie maanden hebben, twee, hebben drie artiesten me gevraagd hoe ze, hoe, hoe ze het moeten doen. En dan zeg ik ze van hey, zo breed, zo smal, zo breed, zo smal. Kijk als je dat kan doen. Ik heb een connect in Nederland, um, in Amsterdam heb ik tussen aanhalingsteken een tattoo shop. Mm -hmm. Tussen aanhalingsteken. Die tattoo shop is eigenlijk van een niveau van me. Okay. Maar we family, right? So it's yours and it's mine as well. Dus zodra je daar bent so heb je een plek? Zodra ik daar ben, ben, heb ik een plek. En ja, ik maar. kan, ik ben ook die link als het ware van naar andere tatoeartiesten van SU. Mm -hmm. de, bij deze, als je in Amsterdam wilt tatoeëren, connect me. Ik kan je linken. Toch? Je kan gaan en dan kan je werken. Isabi toch? Nice. Maar uh, vandaag zou ik naar Aruba gaan. Er is een tatoeartiest van Nederland nu eens nog. Was in Suriname ook een bekende naam, Asgard. oké, okay, Asgard. Mm -hmm, mm -hmm. Asgard, naam van mij. Ja. nam mijn man, mijn mitang, aan man, verleden, dat ik ben Aruba. Zonder na te denken, ik ben ook Alleen heeft het reisbureau me een beetje opgevakt, maar op tintori. Yeah. Woensdag ga ik weg. Dan gaan we zitten we tot 5 februari op Aruba. En 5 februari tot hey, 7 februari. Hij gaat tot 7 februari in Miami zitten. Mm -hmm. ga ik ook mee. Dan gaan we bij Miami Inc. zitten. Grote namen. So. Isabit toch? En dan krijg je. Wat, hoe kom je überhaupt daar? Kijk, hij heeft die Connect. Hij heeft, ah, hij ah. heeft die Connects. Toch maar als ik reis, mm -hmm. is het van oké, okay, vakka. Uh, kijk bijvoorbeeld in 2021, dacht ik. 2021. Heb ik drie maanden op Aruba gezeten. Gewoon voor werk. Voor werk. Okay. Dan wat doe ik? Is ook een tip. Je moet, je moet jezelf verkopen, toch? Dat die. Ik stuur een bericht naar drie, drie, drie tattoo shops. Hé, hey, faka. Is mijn Instagram. Ik tattoeer. Ik ga even checken. Ik ga daar zijn voor twee weken of voor, de, voor een maand. Heb je plekje in je shop? Just like that. Just like that. Er is een theorie, toch? Er is een, een marketingtheorie. Als je, als je een auto wil kopen, laat ik zeggen, je hebt een budget van 1000 dollar. Mm -hmm. En je wil een auto kopen. Mm -hmm. Je zoekt je auto van 1500 dollar. Je zoekt eigenlijk 40 mensen die een auto verkopen van 1500 dollar. Oké. Okay. En dan stuur je alle 40 een bericht dat je 500 dollar hebt om die auto te kopen. Oké. Okay. Van de 40 gaan 39 je afwijzen. Want mm -hmm. één gaat je toezeggen van ja, ik heb dat geld nodig, koop het voor 500 dollar. Ja, ja, ja. Dan heb je die auto gekocht voor 500 dollar. Uh -huh. Je, je pimpt hem voor 500 dollar, je hebt nog 500 dollar over. Mm -hmm. En je verkoopt het nu voor 2000 dollar. Flippen dus. Flippen. Ja. Dat moet je ook doen met je eigen business. Met tatoeëren. Ik flip mezelf als het ware. Ik zoek hey, vaka. Denk je dat ik het erg vind als je zegt nee, ik heb geen plek. Er zijn meerdere die kunnen zeggen van nou, know, deze man past niet. Deze, laat zeggen, met meewerk pas ik niet in jouw bedrijf, maar mm -hmm. ik pas wel met meewerken in een ander bedrijf. Mm -hmm. En dan kom ik daar en dan kijken wat de reglementen zijn. Oké, okay, misschien is het 60, 40, misschien is het 35, 70 of 35, 60. Het hangt helemaal af, percentage. Maar ten opzichte van, van je gaat vergelijken ten opzichte van wat je hier verdient, ja. is het misschien beter. In mijn opzicht is het niet altijd beter, mm -hmm. omdat ik een bepaalde namen heb hier en, en een bepaalde vraag, vraagprijs heb hier. Okay. Snap je? Maar, één, je, 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 je bouwt die ervaring op, mm -hmm. je leert met andere mensen werken. Oké. Okay. Weet je? en dat doe ik gewoon eigenlijk. bijvoorbeeld nu ga ik naar Miami mm -hmm. en dan maak ik een flyer en dan gooi ik het voor mijn boys. Ik vaak allemaal door naar Miami. Beginner, of de man. Beginte, ik met deksel. Ik neem de Isabih. You welcome, ja. Yeah. Sodra je ja, me bang, Ik Isla, hello, connect. Ja. toch? En zo move ik eigenlijk. Oké, okay, ik vind het heel belangrijk. Dus wanneer, wanneer ondernemers een bepaald niveau hebben bereikt, wil ik graag weten hoe welk advies zou je geven of welk stappenplan een um, simpel stappenplan naar iemand die in Suriname is, die misschien niet de middelen heeft om weg te gaan. Zeg maar, waar een jong boy tussen de 15 en 20, een, een jonge dame tussen de 15 okay. en 20, die goed kan tekenen en aspirations heeft om okay. in deze kant van, okay. om in de tattoo richting te point. gaan. Okay. Weet je wat heel belangrijk is, los van... Los, van, los van talent? Obviously. Los van talent... <laughs> Is, is zijn er belangrijke aspecten waar je moet voldoen? Mm -hmm. Ikzelf dat is discipline Zeker. en consistentie. Mm -hmm. Want ik kan de beste tattoo artist zijn, maar ik heb geen discipline. Yeah. En je staat er niet bij stil, maar discipline en consistentie komt op een latere periode in je leven dus mm -hmm. tussen 15 en 25 ben je nog een beetje zoekende, mm -hmm. right, waardoor je eigenlijk die discipline nog niet hebt. Dus ik vind dat tussen 15 en 25 wie is niet te happig om heel veel geld te maken, mm. wie is happig om ervaring op te doen, laat me ervaring yeah. op doen, laat me, laat me, laat me, je? en ga kijken wat je werkelijk wil doen. Want misschien vind je tatoeëren zo geram spannend, maar wanneer iemand komt en zegt van ik, 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 ik vind ik, ik ben niet tevreden met wat je voor me gezet hebt en je weet niet ermee om te gaan. Ja. Snap je? Ja, 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 ja. Dus ga ervaren. Ga, hey, wat wil ik eigenlijk doen? Ga, ga, ga op die journey. Wie ben ik? Wat, wat wil ik doen? Waar sta ik? Plink, Get to know yourself. Ja. Snap je? Don't hesitate om veel geld te maken. Het gaat niet om het geld. Geld ga je altijd blijven maken. Mm -hmm. Toch? Is ook een van de main regels die ik heb gehad. Als je het doet voor het geld, kan je stoppen. Ai. Je moet het niet doen voor geld. Je moet. Li ge brouw, ik verleden komt er een klant. Werk je nog bij de overheid? Nee. Wat, wat is gebeurd? Ze hebben me, ze hebben me ontslagen. Nee. Zo, je, kon, je, kon, je, kon, je kon blijven en. Nee. Ik had waarom niet, plannen. Waarom niet? Ja, maar je kon dat gek kan. het gaat bij mij niet om het geld. Mm. Als ik niet ga werken, moet je me ontslaan. Zo werkt het in mijn systeem. Ja. Bij mij werkt het niet zo dat je niet werkt en betaald wordt. Je werkt, oh, je nee maar in Suriname wel, toch? De overheid, het overheidssysteem is een apparaat waar veel mensen niet werken en betaald krijgen. Maar ze, ze, ze blijven het eigenlijk voeden. Mm -hmm. Zo komt er een regering en die regering gaat bepalen: van oké, okay, we gaan twee me tweeduizend, tweeduizend mensen die niet werken ontslaan. Maar er zijn eigenlijk meer dan 2000 me mensen die niet werken. Okay. Snap je? Ja. We gaan het niet daarover hebben, maar het is een systeem, snap je? Dus ik zeg, ik zeg tegen die dame, ik zeg. Geld ga je maken. Als je geld wil maken, ga je geld maken. Zelfs die persoon die niets weet te doen mm -hmm. maakt geld. Kan daar man van man of zo. Maar hij hey, maakt geld. Is okay. niet de juiste manier om geld te maken. Maar wat is de juiste manier? Snap je? Dus als je geld ja. wil maken, ga je geld maken. Is dat beter? Maar als je in een bepaalde bepaalde leeftijdsgrens bent, mm -hmm. bouw ervaring op. Oké. Okay. Je zou best net als wanneer je ergens gaat werken? Gaan ze je vragen toch? hoeveel ervaring heb je? Dat die. Ja, ik heb geen ervaring. Bouw ervaring op. En tegenwoordig met YouTube uh... ja. YouTube vertelt je alles. Broer. Ik heb, ik heb dit gezegd tegen ex-collega's toen ik bij de overheid werkte. Een collega vroeg me: Ja, maar. Deze regering, het was de vorige regering, deze regering, zo moeilijk. Die zie, dat, die zo. Wanneer koop ik mijn eigen perceel? Ik woon nog bij mijn moeder. Ik zeg. Um, wat doe je tussen drie uur middags en zeven uur morgens? Dan nam ze het letterlijk. Ik, ik doe dit, ik ga daar. oké, okay, dus in principe heb je veel tijd aan je hand. Ja. Ik zeg, wat about als je naar huis gaat en je gaat op YouTube en dan kijk je hoe je plouwries bakt en things like that. Mm -hmm. Eten verkoopt. Altijd. Zeker de Eten verkoopt verkoop overal. Mm -hmm. Voor de mensen die luisteren. Heb je talent om te koken of heb je geen talent om te koken? Verkoop eten. Omdat lekker eten relatief is. Bakaar. Wij zijn verwend. Suriname is een verwend volk. Wij weten wat lekker eten is. Mm -hmm. Maar Je hoeft geen lekker eten te verkopen om te verkopen. Ik denk je dat is maar lolo, Sanje? Nee, brief samen met Takkie. Het is door een oude man. Lekker, man. Denk je niet, schrijft Takboy. Hoe doe dat? Dit is hem niet. Maar jij vindt, maar je vindt het wel lekker. Maar okay. jij het wel lekker, relatief. Yeah. Sabit, oh? yeah, yeah. Dus, weet je, ga eens met Takkie. Zeg, was dat. Ik zeg niet dat je dat moet gaan doen. Ik geef je een tip. Ja. En dan zegt die daar, ja, ik vind bakken niet zo leuk, oké, okay? dat kan ik je niet. Dan ga je bij je, 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 je moeder blijven tot je 80 <laughs> bent, als het ware. Of je gaat met een rijke chap. dat toch, vrouwen ja. hebben het ietsje makkelijker Maar Ietsje makkelijker dan mannen zogenaamd. Tje. Maar, dat toch? Mm -hmm. Tot slot, waar kunnen mensen je vinden? Als mensen in contact met je willen komen om bij jou te tatoeëren, waar kunnen ze je vinden? maar no, omdat, uh, uh, atori, <laughs> o, door, Jullie kunnen me vinden op uh, alle social media platformen. Onder? Uh, op Facebook onder Marv Inc. Mm -hmm. Op Instagram onder Tattoo Marv. Tattoo Marv. Ik kan helaas niet onder Marv Inc, Omdat Marv Inc al bezet was toen. Oké. Okay. Ik kan onder Tattoo Marv op Instagram. Mm -hmm. um, even kijken op Snapchat onder I am Je gaat het ook vinden onder Marv Inc. Oké. Okay. Uh, op TikTok onder Marv Inc. Mm -hmm. Waar nog meer? Overal Marvink, maar op, op, op Instagram, Instagram is het Marv. Tattoo Marv. Ik denk dat je het op Instagram ook onder Marvink gaat vinden hoor. Oké. Okay. Lang maar even kijken. Mag ik even piepen? Ja, ja. Volgens mij is dat hem. Tattoo Marv zeker, maar Marvink ook, ja. Volgens mij Marvink ook. Ja, wel. ja. Ik kijk nu naar je Instagram, ik zie. Boy, tattoo Ergie die je aan het toeriet, man. Ja, man. Ja, Marvin of Tattoo maar hoor. Tattoo Marv denk ik eerder. Op Dit wilde ik je nog vragen. Elke tattooartiest mm -hmm. heeft een signature style. Ja. Wat is, is, is jouw signature stijl? Portrets. Dat is jouw ding. Ja. Oké. Okay. Like, ik ben like, portrets, realisme. Dat is mijn signature Wat is het tweede wat je daarna doet? Of twee de beste? Eigenlijk ben ik al rond tattooartiest nog, omdat ik, alles, omdat ik alleen werk en. Als iemand komt en zegt, ik wil een naam zetten, dan moet ik een naam zetten. Ja, dat ik moet. Maar ik ga niet zeggen van nou, later. Ik ga jij helpen gewoon. Snap ja. je? Maar als het aan mij ligt, zet ik alleen maar realisme. Mijn, mijn goal eigenlijk is om hyperrealisme te tatoeëren. hyperrealisme is eigenlijk wanneer je die foto houdt naast je tattoo, dat je eigenlijk geen verschil ziet. Eén en één. En dat in color. Oh, Oké. Okay. Ik, heb, ik heb maar één color portret gezet. Mm -hmm. En niet maar één. Ik heb twee of drie gezet. Maar ik heb. Eén, volgens mij, als je op mijn Instagram gaat, zie je het gelijk. Ik mm -hmm. heb het ook getagd. Dat is een colorportret van mijn moeder. Ja. Mijn moeder is inmiddels overleden. En ik heb het op mijn broer gezet. Weet je, mm -hmm. het was een van de tofste tattoos om te zetten, omdat het dan heel emotioneel was. Maar dat is gewoon like, niet hyperrealisme, maar het is realisme. Like realism Net color. als die foto van. Hoe heet man? Oké. Okay. Um, nou, dus ik bedoel, eigenlijk mijn je moest doen, want ik, moet... ik zit te plannen voor mijn volgende ogen. Je bent welkom, we, kunnen zelfs, we, kunnen, we kunnen zelfs... Uh... Je sprak net over, een, over een, een, een tattoo podcast gewoon. Ja, we kunnen gewoon praten. Uh, dezezelfde setting, maar dan in de shop bij mij. In de shop gewoon bij jou. Dus je moet ook een keer langs lopen, ook al kom je niet see. om te tatoeëren. Je bent welkom, je to. toch? Ja, ja, ja. Isabel. Misschien moeten we een keer gewoon een deel 2 van deze podcast ja, doen, man. maar dan bij jou in de shop. Ik kijk er naar uit man. Gaan we gewoon doen. Is dat B? Ja. Nee, mm -hmm. hey, broer, thanks. Dat je door langs langslopen. Ik vind, het, uh, ik vind het heel belangrijk voor mij, zeker, om mensen te spreken die van hun, hun passie of hun liefde, dus hun vak, hun werk hebben gemaakt. En yeah. dat ze ervan kunnen leven. Want dat is wat je zei. Als je het alleen doet voor dat geld, gaat het niet werken. Nee, hey maar je moet dingen doen uit liefde, man. Toch? Everything you do in life is because of love. En nu dat ding wat jij als kleine jongen hebt gedaan. Nee, maar weet je wat het is? Het grappige hiervan is. <laughs> ik wist niet wat ik wilde worden. Ik had geen droom van. Hé, als ik groot ben, wil ik dat worden. Maar je bleef wel gewoon tekenen? Nee, ik bleef gewoon tekenen. Ja. Maar ik had nooit een, like, oké, okay, ik wil. Weet je, vroeger, wat wil je worden? Ik wil politieambtenaar worden of ik wil piloot <laughs> worden. Of ik, nee, ik elke had, kleine like, jongen wilde, of militair nee. of politie of brandweerman. Volgens de... mij werd, werd die vraag of niet aan me gesteld. Serieus hoor? Echt, nee, ik had. Like, ik, ik zeg altijd, I'm like. I don't know what I'm going to do. Mm -hmm. thing, one thing I know for sure is that I'm gonna make it. <laughs> dat Hoe dan manier. ook. Isabi toch? Ik denk, als dat die mentaliteit like, is, dan like, maakt het niet uit wat je doet. Gooi je me ergens tussen haaien, dan ga je zien dat ik gewoon met die haaien zwem. Het <laughs> <laughs> is gewoon die mindset, ik ben ook een haai. Ja, is ja, is ja, je ja. toch? Ik, like, is maar, ja. Dus maakt niet, maak niet uit waar je maar zet. Het maakt niet uit waar je maar zet. Het gaat werken. En het grappige ervan is, je gaat de hele... Je gaat de hele game changen. Gewoon zie je dat die haaien niet meer in diezelfde richting zwemmen. <laughs> <laughs> nou, hé, we, we gaan een ander deel doen. We gaan het vervallen ja, bij jou in de shop. Voor de mensen die hebben gekeken, dankjewel voor het kijken naar deze episode. Uh, voor de mensen die hebben geluisterd, dankjewel voor het luisteren. Als je dit interessant vindt, deel het. Um, sowieso. Klik op die subscribe button. Like de video. Dat helpt heel erg. En als je luistert op uh, Spotify of Apple, geef het ook even een like. Geef het een share. Dat helpt ons heel erg. Hé, hey, um, dankjewel. Als jij suggesties hebt voor mensen die we kunnen spreken in de podcast, laat het gewoon in de comments. En misschien is jouw suggestie wel onze volgende gast. Yes? En dan, um, dan kijk ik uit naar wanneer ik een tattoo bij jou kan komen zetten. Volgende da week. Je bent in Aruba volgende week, Ja, maandag, dinsdag <laughs> en woensdag ben ik wel. Hey, dankjewel voor het kijken, voor het luisteren. Ja, en we zien je terug bij de volgende episode. Ciao. It's your boy, morphing, man. <laughs>